Een bouwkraan is vanochtend omgevallen bij het ringwegviaduct over de Grotenburgweg. Eén persoon is daarbij gewond geraakt. De kraan zou gebruikt worden voor het verplaatsen van een betonblok. Dat is nodig om borden boven de zuidelijke ringweg te kunnen hangen. En zo'n portaal die staat vastgebonden aan een grote poer. En dat is dat betonblok. En die kraan die zou dat betonblok optillen om vervolgens op de zuidelijke ringweg in de berm neer te zetten. Maar die kraan die was nog bezig met het klaarmaken van zichzelf. Want zo'n kraan die moet zich opstellen, die moet zich zekeren, die moet zorgen dat bepaalde gewichten op die kraan komen te staan. Zodat die kraan dat gewicht kan tillen. En toen hij daar nog mee bezig was, dus hij had nog helemaal geen betonblok opgetild. Toen is die kraan in onbalans geraakt en is vervolgens het taluut opgevallen, wat je hier achter me ziet. Ja, natuurlijk is het schrik, hè, voor natuurlijk de mensen die in die kraan zitten, maar ook de rigger. Dat is de man die bij zo'n machinist hoort. Die is dus ook enorm geschrokken, want die stond vervolgens op de kraan. Want dan moet hij ook die gewichten moet hij weer losmaken. En die is van de kraan afgesprongen. Gelukkig de goede kant op en die is op het taluut terechtgekomen. En die is enorm geschrokken, maar ook de mensen eromheen natuurlijk. Maar wat dat betreft is het nog vrij goed afgelopen. Eén persoon moest wel naar het ziekenhuis. Nou, die is momenteel in het ziekenhuis voor onderzoeken, om te kijken wat heeft hij en is het ernstig of niet ernstig. Maar in ieder geval niet zo ernstig dat hij dus levensbedreigend is, dus daar zijn we lang blij om. Vanavond wordt de kraan van het terrein afgehaald. De inspectie die moet eerst het terrein vrijgegeven, dat hebben ze inmiddels gedaan. Dus je ziet er achter me nu ook al de eerste kraan staan, er komen 3 kranen om deze kraan hier weg te tillen. Dus dat zal de komende uren gaan gebeuren. Er komen er nog 2 kranen bij. En die zullen ervoor zorgen dat die kraan weer netjes op zijn wielen terechtkomt. En dan moet er gekeken worden hoe die kraan afgevoerd kan worden naar de werf van Wagenborgen. Zodat ze daar het onderzoek verder kunnen gaan plaats kan gaan vinden om te kijken wat is er nu precies gebeurd.